Zo. Waarom zitten we op een waterbuffel? Nou, omdat jij dat lekker stoer wil doen. Ja, precies. Zo voelt het ook een beetje. Ja, voor die lompe dieren. Oh, cool. Ja. Hey, ik mag je even interviewen, jongen. Moet je blijven staan? Maar het zijn hele rustige beesten eigenlijk, hè? Ja, het zijn gewoon hele rustige, chille buffels. Precies. Waarom heet ze eigenlijk waterbuffel? Omdat een buffel geen zweetklieren hebben. En omdat ze bijna geen zweetklieren hebben, gaan ze eigenlijk afkoelen in het water. Waarom zit een nijlpaard in het water? Dat weet ik niet. Ook om koud te worden. Precies. Dus je zegt het zelf. Oké. Okay. Dus dan met die waterbuffel? Dan met de waterbuffel. Duurzaam, zijn jullie. Hoezo? Hoezo? Nou, de waterbuffel loopt in de weer hebben. In de natuur. Hoe natuurlijk ik het hebben. Ze krijgen geen antibioticum. Geen krachtvoeders qua soja. Al die gekkigheid. Ja. Probeert ze natuurlijk mogelijk op te voeren. Zoals 100 jaar geleden. Zoals 100 jaar geleden. Gewoon. En daarom zien we er ook zoals 100 jaar geleden uit. Precies. En dat, cowboy. Een cowboy. Het is wel lekker leven hier, of niet? Heerlijk. Hè? Heerlijk. Ik heb eigenlijk de hele dag hier uitleven. Ja, in de natuur. Heerlijk. Wat doe jij dan als die lui al, die beesten die vermaken zichzelf al, wat moet jij dan nog doen? Nou, genieten van de beesten. Je hoeft eigenlijk niet zoveel te doen. Nee, alleen in de 4 wintermaanden, dan moeten we ze goed verzorgen. Ja. En dan halen we het voer ook weer uit de weer hebben vandaan, want we in de zomer te veel hebben, halen we naar binnen toe. En dat is het enige wat ik in de winter moet doen, want 4 maanden. Vier maanden moet jij werken en voor de rest doen ze het allemaal zelf. De rest doen samen allemaal met de natuur hier. Samen met de natuur. Jongen. Ja. Zonnetje erbij. Heerlijk. Met het leven. Ja. Gaan we nog een stukje rijden? Ik vind het goed. Gaan we zullen we doen? Yo. Nou, kom maar. Nou, hier komen we dan in het winterverblijf van de buffels. Oké. Okay. De eerste waterbuffeltjes zijn al binnen. Dat zijn de jongste. Ja, waar zijn die ongeveer? Deze zijn een maand of 5, 6. De nacht wordt toch wel wat kouder. Ja. Dus die moeten toch wel wat eerder naar binnen toe. Okay. Want de pens is de kachel. Dus hoe kleiner het diertje is, hoe minder kachel ze hebben. Ja, precies. Dus daarom een groot dier, een grote kachel. En die hebben een grote kachel? Deze hebben een grote kachel. Die grote joekels. Welke leeftijd worden ze geslacht? 18 maanden, 2 jaar. Okay. In die contrai. Ja. Ja? Is dat anders dan anders? Ja, want een normaal koekalf zou rond de 10 maanden geslacht worden. Er zit niet meer ruimte tussen van 2-3 weken. Ah, okay. En dan moeten ze 200 kilo wegen. En waarom doe jij dat dan wel? Omdat ik wil dat het zo natuurlijk mogelijk is. Dat ze een lekker leven hebben. Het vlees moet op smaak komen. En de ene dier is eenmaal op 18 maanden rijp en de andere dier is pas op 2 jaar rijp. Ja. En dan moeten we met z'n allen weer terug naartoe. Gewoon weer het dier het dier laten. Ja, ja. En niet het altijd geforceerde over geld en over dingen. Neem gewoon weer terug naar de basis. Ja, wat moeten wij doen om al onze dieren eigenlijk zo'n leven te gunnen? Nou, dan moeten we gewoon 2 keer in de week vlees gaan eten. Dan moeten we ook gewoon een euro voor een liter melk meer gaan betalen. Dat we gewoon weer terug naar, dat we gewoon weer voor het voedsel geld over hebben. Precies. Dit wordt gebruikt voor ons vlees natuurlijk, maar waar nog meer voor? Voor melk en nog veel meer. Allerlei producten hier van de waterbuffel. Ja, natuurlijk. Nou, Brandbos. Natuurlijke producten, duurzame producten. De mozzarella, de echte buffel. Hou vast. De echte buffeljoghurt. Okay. Volgende. Je buffelkaas. Buffelkaas. Een buffelhoorn. Ja. En een mooie buffeltas. Buffel gehakt. Jongen, jongen. En nou gaan we het echt een mooie krijgen. Het is zo onwijs lekker. Natuurlijk duurzaam vlees. Je ribeye. Mooiste stuk flat ribs. Alsjeblieft. Je glunt het ook helemaal. Ja, goed hè. Gewoon onze producten. Natuurlijk duurzaam. Goed product van eigen boerderij. Wat wil je nog meer? Niks. Lekker, onze droge buffelworst. En geniet ervan en tot de volgende keer bij ons op de buffelboerderij. Dank je wel.